Over minder dan twee maanden, op 24 november, zijn al de eerste gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. In vier gemeenten, fusiegemeenten, zullen dan al de verkiezingen zijn. En in de rest van Nederland in maart 2022. Maar in Purmerend, in Heerhugowaard, in Uden en in Kuik zijn dus al op 24 november de verkiezingen. En Forum doet mee in alle vier die gemeenten. En ik heb hier vandaag bij me in de studio Daniel Pardoen. Hij wordt onze lijsttrekker in Purmerend. Ik ben ontzettend trots dat we zo'n fantastische lijsttrekker hebben kunnen vinden. Ook een hele mooie lijst trouwens, daarover misschien later meer. Maar allereerst van harte welkom dat je er bent. Gefeliciteerd dat jij de lijst gaat trekken. En ongelooflijk veel succes natuurlijk. Heb je er met je zin in? Ja, zeker. Ja. Mensen kennen jou nog niet. Uh, wie ben je? Wat, wat heb je gedaan? Je bent ondernemer uit de IT-wereld. Maar vertel eventjes wat meer over je achtergrond. Uh, ik ben vader, uh, getrouwd, twee kinderen, uh, jong zoontje van 9, oudste van 17. Uh, ondernemer in de per regio Permanent uh, geweest, in de Automatiseringsbranche. Uh, ook voorzitter geweest van de ondernemersvereniging in Permanent. Uh, Stichting 2000 Plus in Permanent is bekend, ook voorzitter van geweest. Uh, Stichting Permanent Valley opgezet samen met paar ondernemers, bestuurslid geweest. Dat uh, was allemaal een beetje nog uh, tot het coronatijdperk. Uh, Afgelopen jaar mijn eigen bedrijf uh, overgedaan aan een nieuwe partij. Dat we het een uh, stapje groter kunnen maken. Dus je hebt nu wat meer tijd? Wat meer tijd. Ja, dat dacht ik ook tot corona kwam. <laughs> zeg maar. Ik dacht nou, lekker met pensioen en, uh, en klaar. Nee, uh, corona trekt natuurlijk allemaal wissel. Natuurlijk. We zagen op school dat het echt niet, uh, niet lekker liep. En toen zijn we een stichting uh, begonnen. Uh, stichting Ik Wil Gewoon een School. Ja. Dus kunnen mensen online wel even opzoeken. We hebben we ook hein? meegemaakt in de campagne. Ik, ik ja. heb dat toen ook gesteund. Dat is een fantastisch initiatief hè, voor uh, ouders en kinderen dat niet al die coronamaatregelen gelden voor jonge kinderen op scholen. En dat is zo belangrijk. Ja. Dus dat is geweldig. Ja. En ook die angst daar gewoon weggehaald wordt. Ja. Gewoon gefocust op het kind en gewoon realiteit. Ik heb ook tegen een schooldirecteur gezegd van joh, een school is een instituut van kennis en kunde. En ze laten nu zien dat ze alles behalve een instituut van kennis en kunde zijn. Nou, en geen en veilige is... omgeving en nee. noem het allemaal op, het is ja. vreselijk. Ja. En je hebt natuurlijk uitzonderingen daar. Hè. Uh, uh, je hebt echt uh, docenten, ook die uh, het beste willen, zijn ook heel veel docenten bij onze stichting aangesloten. Dus je hebt altijd uitzonderingen. Alleen de hoofdmoot, wat je ook een beetje in de maatschappij ziet, ja, dat is uh, geregeerd door angst. En uh, ja, een soort misplaatste egoïstische instelling. Ja. Ja, en uh, wat was voor jou de trigger? Want je bent niet eerder in je leven politiek. Je bent wel heel betrokken geweest maatschappelijk altijd, maar je hebt nooit eerder ja. politiek. Wat was voor jou de trigger om dan ook je aan te gaan opgeven voor Forum om, om in de gemeenteraad actief te worden? Het uh, is een soort intrinsieke waarde. De, je weet op een gegeven moment, er moet wat gedaan worden. Ja? De, en, uh, je pakt een aantal facetten wat je kan. Je, je spreekt je uit. Uh, heel veel mensen zijn er wel of niet mee eens hoe je dat doet en als je dat doet. Uh, maar goed, dat is een beetje een maatschappelijke discussie. En uh, vervolgens ben je met de stichting ook bezig en dan kijk je toch naar dingen. Oké, okay, wat zou je nog kunnen veranderen? Waar kan je voor mensen het verschil maken? Ja. Uh, en ja, het is ook, ook een beetje een gevoel. Je, je moet wat doen. Je kan niet op die bank blijven zitten uh, of straks zeggen van ja, uh, prachtig, ik kon niks doen. Of er was niks voor handen om te doen of wat voor excuus je ook, ook wil gaan proberen. Dus. Dus, dus echt, als ik het goed begrijp, uh, wat, ik, wat ik natuurlijk al wist een beetje, maar ook voor de, voor de kijkers hebben. Uh, je, je bent iemand die liever eigenlijk niet de politiek in zou zijn gegaan, als mm -hmm. het niet zo nodig was. En dat is ja. precies het bij Forum eigenlijk zit. wij zijn geen, uh, geen baantjesjagers of mensen die per se dag willen vergaderen. Dat geldt eigenlijk dat moet echt iets er, gebeuren voor heel lijst. Heel ja. Geldt dat? Allemaal zeggen ze ook van joh, de, anders had ik wat anders gedaan. He, je kan je vrije tijd misschien al beter anders uh, besteden of eerlijk thuis uh, of uh, dan maar even Netflix of een goed boek. Ja, yeah, uh, what whatever. Yeah, ja, met vrienden je nou dingen doen die uh, van papijn van houdingen besteld is dus net binnen. Dus oh heel he, goed. Ja. <laughs> nee, maar dat is dat is ook zo. En die mensen, we gaan ze ook binnenkort gaan met de hele lijst presenteren uh, en, en we gaan ook intensief campagne voeren. We gaan echt de, de, overal uh, in, in permanent de huizen langs, de, de, de pleinen op om met mensen te praten. En ik denk ook dat in die gemeente misschien nog wel veel meer kans is om iets te veranderen dan landelijk. Want ja, landelijk zit alles muur vast, Je doet met, die, met die formatie, het, 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 er zit gewoon geen schot in. Terwijl als op gemeentelijk niveau men zegt: onze scholen, geen coronaregels, BOA's mogen niet handhaven, we gaan de prioriteiten elders leggen. En ook concrete dingen voor ondernemers, voor de, de, de woningnood. Je kunt veel meer doen dan veel mensen denken in de gemeente. Ja. Kijk, uh, uh, mooi om te Kijk, uh, de verandering moet sowieso van onderaf komen. Dat ja. is duidelijk. Die moet vanuit de mensen komen. En alle mooie grote veranderingen zijn ook vanuit de mensen zelf gekomen. Altijd. Als je uh, kijkt naar de gemeenteraad, en dat is als ondernemersvereniging, daar moet je ingaan als je echt daadwerkelijk voor de belangen van die leden staat. Niet bang bent voor je eigen status, niet bang bent voor je, voor je, voor je carrière. En daar ga je niet in om, uh, uh, om gezien te worden of wat dan ook. Liever niet. Hè. We gaan straks campagne voeren, dat gaan we groot doen. Hè. We gaan echt naar de mensen toe, we gaan de straat op. Uh, en ik wil weten wat er speelt allemaal. Ik weet best wel topics. Maar lang niet alles, maar ook niet op lang alle domeinen. Maar je moet echt staan voor die mensen, wat zij ja. willen. Niet voor een prestigedwang van een gemeente, niet voor een prestigedwang van een wethouder die dacht... Joh, ik, ik wil dit de grootste stad voor X worden. Of we gaan van het gas af allemaal. Jongens, doe normaal. Besteed dat geld lokaal aan, aan je lokale sportclubs, aan de mensen. Ja. Ga daarmee aan de gang. Ja. ja, en dat kan ook. Hè? Want, want we hebben de kans om heel intensief campagne te voeren. Omdat het maar vier gemeenten zijn. En uh, tot nu toe moesten we altijd opboksen tegen machtspartijen met ontzettend veel meer campagnebudgetten. Maar nu is het eigenlijk een soort gelijke strijd. Want wij kunnen ook. Maximaal uh, investeren in die campagnes. Dus ik denk dat we het heel goed kunnen doen. Ik wens je ongelooflijk ja. veel succes. We gaan natuurlijk samen ook nog, nog heel veel het land in en mensen kunnen ook uh, ons allemaal gaan ontmoeten en jou ontmoeten. Ja. Uh, is er een e-mailadres uh, waarop mensen jou ook mogen bereiken? Ja, dat uh, kan op daniel.pardoen.fvd.nl. En als je d.parden.fvd.nl indikt, komt het ook aan. Of dus goed. dat kan allebei. Ben het uh, ik denk wat nog heel belangrijk is om aan te stippen voor de mensen, is dat. Uh, je moet naar FvD niet kijken puur als een politieke organisatie, niet als één ja. van de zoveel. We zijn een beweging, uh, we gaan het verschil maken en we staan er voor de mensen. Ja, en als wij uh, een beetje goed uh, resultaat hadden, dan gaan we ook gewoon vanuit die gemeenteraad straks weer een school oprichten. En andere maatschappelijke organisaties, dus ja. dit is echt pas het begin. Ik vind, ik vind het super dat we dit gaan doen, dus daniel.pardoen fvd.nl of d.pardoen Het fvd.nl werkt allebei. Uh, en je gaat ook gewoon dan die mail zelf beantwoorden. Dat vinden mensen altijd belangrijk om te weten. Je bent echt bereikbaar. Je bent ja. echt iemand die uh, in contact wil zijn met de mensen. Uh, ik vind het super dat je dit doet. Nogmaals, uh, ik geef je een hand. En uh, ontzettend leuk. Welkom in het team. Dankjewel. Dankjewel. Daniel, Pardoen, dames en heren.